Zoals je ziet gingen we de wereld uit met het eilandkartel. We kwamen in een soort shootout met een andere gang en dat ging niet zo heel goed eigenlijk. Zoals je ziet, we gaan gelijk beginnen. Psst, hey, heb jij voor mij iets? Misschien even de big boss daar achter je vragen. Wat je... What the fuck real? Oh, hi, Tony, hi, aangenaam. Cool. Tony en Branko. Put your fucking hand down, idiot. Sorry, het spijt me. Cool. Hoe heet je dat, joh? Nou, dat zou ik jou vertellen. Wat is zijn naam? Zit je? Why should I sit down? I'm not a dog. Het was Gul, Herme, Almeida en Branko. Ik mean, Guilherme. Guilherme. Ja. Guilherme. Guilherme. Da. U kunt elk Duits, I understand. Maar ik kan maar een heel klein beetje praten. Oh, oké. Okay. I talk English. But you can't talk Dutch. Okay. So you don't have to do that danglish. Aha. Is dit Porto, man? Daily. Lucky Wheel. Jullie moeten liken en abonneren, jongens. Anders claim ik niet meer Lucky Wheel. Nee, grapje, doe ik wel. Lucky Wheel. Nee, 1250. We gaan vandaag waarschijnlijk toch weer dood. Het heeft geen zin dat ik hem claim. Maar je weet me nooit, hè? Je weet me nooit. Nou, ze zijn even bezig met de Porto. Oh, ik heb moeten een diepe toevoegen. Haha, jullie mogen even niet kijken. Oké, heb jij... ik hoor dat ze hulp nodig hebben. Heb jij voor mij misschien iets pjotter? Dat wordt heel want. Ik ben goed met alles. Okay, liefst nice. Automatisch. Dat gaat bij mij best. Je bent Scorpion. Zijn er alternatieven? No, we do not have the big stuff available right now for you. Nou, Scorpion is goed. You have choice between Scorpion, shotgun or pistol. Nah, Scorp. Komt toch goed. Yes. En dit keer gaan we niet alles opschieten op een helikopter. Check. Dat ging vorige keer niet zo heel goed. Nou, deze Piotr, die gaat eventjes iets pakken uit de kluis. Niets in de video, hè. Pas op. Nou, hij gaat even uit de kluis pakken. Ik hoorde dat ze al elkaar downhouden. Volgens mij zit ze een flinke actie. Dus we krijgen zo meteen een Scorpion. En dan gaan we eens even weer jagen op het eiland, om het zo maar te zeggen. Kijk, daar zie je. Vorige keer ben ik trouwens ook een combat log vergeten te checken. Want ik weet zeker dat ik mensen heb geraakt. Vandaag gaan we dat niet doen. Hoop ik. En anders kunnen we dit heel mooi weer gaan flashbacken. Maar... Oké, helemaal goed. Geen idee wat hij zegt. Thank you. De voi. Huh? Da. Huh? Dada. Heb jij ook... fucking dada, idiot. Sorry. Heb jij... you also have a bullet for me? Dutch. Oh ja, kogels. Yes, dankjewel man. Dankjewel. Ik apprecieer het enorm. Weet jij waar ze bezig zijn? Anders ga ik het zo even vragen. They're up, I think, the tower. Oké, let's go. But I'm not sure. Where are you guys at? Find the location. Oh, ik word eruit geschoten bij... ik ben eruit geschoten, jongens. Waar? Sema. Kom. Okay. Acciones. Kom. Dikzak. Als eigenlijk om deze video terugkijkt, jongen. Let's go, daar gaan we. Oké. Yo, we komen eraan. Ja. Ik volg. Oké, hier komt een heli. 3, 2, 1. Poef. Kan ik die dingen gebruiken of niet? Anders vlieg ik. No, you're gonna fly. Yo, ik zit nu in de lucht met die Valkyrie. Go in ATC, on the left. On the left, you go high. Ja? Ah, yep, you see it? De helikopter green one. Green super fleet. Huh? Nee, ik snap jou niet. Go higher. Ja? Oh, daar, hier links. Da, but go higher, they're underneath us. They're gonna shoot us down. Ja, ik... Zo niet, toch? Wij vliegen boven die superflito, boven zendmast. Ja, maar dat kan hem niet zijn, hij is al lang weg, denk ik. Hij zit vol met wapens, hij heeft miniaka, grote. Of pistool. Maar wat doet deze heli dan? Collega R is doodgeschoten, maar we hadden ook twee van hun dood. Nee. Je hebt nog een superflito daaronder, zie hem? Op het gras. Ja, maar dit is landed. It's broken. Ik zag zijn helikopter of zijn wieken draaien. Voor de mensen die trouwens niet begrijpen wat er met de kleur aan de hand is, het is vandaag 1 april. Ze hebben voor de grap hebben ze op ieder voertuig in heel de game allemaal van die regenboogkleuren. Dus ja, call-outs is een beetje moeilijk. Maar goed. Sorry, ja? Go in ATC and call him away. Oké. Moet ik hem wegsturen van het eiland? Da. De superflito die boven het eiland vliegt mag nu per direct het eiland gaan verlaten. Doe je dit niet, word je neergeschoten. Waar is hij? Hieronder. Hij vliegt hier. Hij gaat weg, ik heb het gekald. Just follow him. Ja. Remember that I'm on the left side. Ja, ik weet het. Only shoot from the left. Ik weet het. En je hebt een bepaalde range, dus... And fly higher, because they're gonna be here with weapons on the ground. Watch out. Die gaat wel weg, denk ik. I sure hope so. Ja, ik zie hem al niet meer. Moet ik omdraaien? Okay. Go to the villa. Wat was de port ook weer? 4280. Het is wel irritant dat hij Engels praat, maar ik hoop dat jullie het verstaan.
Gaan we even kijken wie er nog is. Gaan we voor ronde 2. Het ding heeft dus miniguns aan de zijkant zitten. Je hoort hem ook heel de tijd dat ratelen. Dus dat is dat hij aan het aimen is. Dus als hij nu schiet, dan hoor je gewoon ratatatatata. Dat is echt niet normaal wat eruit komt. Dat is echt insane. Maar als ik dat dus doe, word ik geband. Omdat ik geen staf ben. Landen op het huis? But watch out. I think the helicopter on the left is gonna work. Aaron moet niet twijfelen aan mij. We zijn natuurlijk wel KST geweest. En Daisy en Zulu trainer, alles. Pas op dat je niet eraf valt. Goeie tip, hè? Hele goede tip. Het ging mij echt overkomen, hoor. Ik wist het zeker. Oké, we hebben hem dus niet gepakt, maar er zijn heel veel van ons eilandkartel nu geript van wapens. Dus ik denk dat we even wat sterker terug gaan komen. Ik weet niet zeker. Ik loop gewoon achter Piotr aan en ik zie wat er gebeurt. Oh ja, voor de, alle mensen op de vorige video, er was nogal wat verwarring. Het eilandkartel is geen gang. Het is een groep. Je kan hier niet zomaar bijkomen. Het bestaat gewoon uit staf. Ik zit nog bij Moreno, 100%. Dit is gewoon iets waar ik voor ben gevraagd, omdat ik ex-staf ben geweest. Als iedereen naar de basiskamer kan komen, gaan we daar peken wat er is gebeurd. Oké, we gaan even zakelijk bespreken wat er is gebeurd. Opeens waren er 5 man meer, ouwe. Dacht wat? Dit is echt ziek. Dit is wat ik zei, deze kamer waren is echt nog mooi. Maar 2 daarboven en opeens waren er 4 anderen. Oh, Tony. Ja, man. Klinkt niet goed wat er is gebeurd. Ik vroeg me trouwens af, hè, hebben jullie hier nog ergens zo'n masker liggen? Zo'n ding wat jullie ook voor je mond hebben? Het zou vast wel ergens binnen zijn. Zal ik hier even kijken? Kijk, top! Ik begrijp wat je bedoelt. Dankjewel. Ik weet eigenlijk niet of zo'n masker voor mijn mond mooi is of niet. Wat denken jullie? Laat zeker weten in de reacties. Met of zonder masker? Ik weet het namelijk niet. Als ik hem afdoe, is ook al cool. Maar met is ook al cool. Weet je wat? Als we gaan jagen, doe ik hem anders op. En nu hou ik hem gewoon af. Laten we maar eventjes wapens testen. We gaan even statement maken op het eiland. We gaan rondrijden met turrets. We gaan geen vermoorden. Holy shit. We gaan even rondrijden met turrets. Even statement maken, ja? Turrets? Even testen en rondrijden met turrets. Oké. Okay. Het vervelende is dat ik die dingen niet kan gebruiken, want dan word ik geband van anti-cheat. Dus wat we nu gaan doen is wel leuk, maar ik kan er niet zoveel mee. Moet ik mijn wapen anders bijhouden, omdat ik kan die dingen niet gebruiken. Dus... Oh ja joh, ik vind het prima. Oké, top. Ja, ik wil die dingen zo graag gebruiken. Kijk hoe ziek, dat ding heeft gewoon een LMG achterop. Maar als ik dat ding ga gebruiken, ja, dan word ik dus gewoon geband door anti-cheat. Hoogstwaarschijnlijk. Ja, ik kan het proberen, maar ik denk niet dat ze er heel vrolijk van worden. Want dat unban is nogal een gezeik aangezien dat via de database moet. En daar staan ze natuurlijk niet op te wachten op die moment. Mag achterop? Wacht. Ik moet even weg. Echt ziek, dit ding kan dus ook in het water, zoals je ziet. Dat is zo'n GTA-ding. Echt wel lijp. Okay, dit geluidje heb ik ook in mijn Focus RS. Ik doe die deur dicht, want ik haat dit geluid, dat gepiep. Oh, is dat. Wat? Kijk hoe ziek dit ding is. Ik wil hem wel... ik wil wel eens gaan richten. Kan dat? Of word ik nu ook geband? Nee. Kijk, dit... Oh mijn god, dit is zo ziek. Waarom mag ik dit niet gebruiken? Dit is toch zonde? Kijk hoe ziek. Kijk mee zitten. Echt lijp. Ja, heel jammer. Deze heeft zelfs 2 turrets. Oh mijn god. Dat ga je mee. Maar het is wel één plek, zeg maar. Deze is OP, denk ik. We zijn niet meer met zo heel veel. Er zijn heel veel mensen dood gegaan. Dus we gaan eens even kijken hoe het allemaal uitpakt. Ja, als... Dit is dus Kees. Kees de Beuker. En dat is dus de eiland van baas... Of de... De baas van het eilandkartel Guillermo. Ik durf niet uit te spreken, want straks doe ik het verkeerd. Dat hoor ik. Ik verlies weer heel veel HP. Wat ben je aan het doen? Kijk deze guy! Oh mijn god. Stel je voor, je staat je gewoon buiten de poort en je krijgt gewoon ineens die turrets op je neus gericht. Wie ben jij? Oh mijn god. Who's you? Oh, wat goud dit. Nou, we hoeven niet per se te schieten, het is meer een statement maken, zei de baas. Dus we gaan eens kijken. Eens even kijken. Ik denk dat hij vol het water in gaat. Zou die doen? Dan moet hij hier overheen. Hij schiet even. Wordt geschoten. Oh, wat? Schiet hij ze nu? Ja, ze ja, schieten ja, die panter. Neem het aan. Hoort dit, hè? Wel. Blijf van die dingen af, man. Wat een herrie. Oh mijn god. Ja, ik kan wel schieten. Oh, je hebt nog van... Wat voor job heb je dan? Ik ben director. Oh, aha. Oh, je hebt ook een leiding rondom. Aangenaam kennis te maken, director. Ja, nog altijd. Ik mag altijd hier in blijven van anderen. Oké. Eigenlijk zouden we gewoon in het Wilde Westen gewoon een beetje moeten schieten. Om een beetje angst te zaaien, zeg maar. Heel comfort, jongen. Wat dik dit. Die Piotr. Wat een kerel is die Aaron, hè. Oh, kijk hem ook gaan. Die man die geniet hiervan. Die man die scheurt hem overal langs. Ik zal hem tussen het raampje eruit tikken als het nodig is. Zo. Dan is hij in ieder geval eruit. De rasta kleuren. En dat zijn dus die kleuren voor 1 april. Alle voertuigen in de server zijn deze kleur. Heel leuk. Echt genieten. Oh, joh, hier zijn veel mensen. Dus even kijken wat we gaan doen. Ik heb mijn wapen gereed. Iedereen die... Kijk, hij doet zijn handen omhoog!
Wordt geschoten van rechts. Achter de hangar, achter de hangar. Achter de hangar, jongens. Ja, we hebben geen wapen. Ik heb wapen, ik heb wapen. Er zit ook eentje in hangar, man. Een wapen in hangar. In hangar, in hangar. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Mogen wij nu wel vuren? Ik ga eens dekkend staan. Ja, kom je leven of niet? Ik stap uit, ik stap uit. Ik doe mee, boys, ik doe mee. Mag ik achter dat staan? Nee, flikker op, weg. Eruit, heel snel. Wegwezen. Ik heb hem denk ik geraakt, binnen heb ik geraakt. Rijd. Wat? Ik zit ook gewoon nog steeds op het voertuig. Ah, dan schiet ze neer. Kijk dit. Nou, dat was een korte ronde eilandkartel. Wat, bro, hoe ben ik zo eerst het geheadshot? Binnenkort gaan we even gewoon sterker terugkomen met eilandkartel. Komt goed, jongens. Misschien dat... Schoppenjak. Ik zie jullie snel, hè. Komt goed. Yo, oké, we zijn een paar dagen later en ik moet jullie toch nog even wat gaan uitleggen aangezien het niet zo heel duidelijk was. Ik ben in ieder geval in de garage gespand in mijn Moreno kleding. Moet ik even gaan fixen. En ik heb ook een hele lijpe nieuwe auto gekocht. Check dit. Dit is dus een random taxi of zo die ik heb gekocht. Ik zag hem op tweedehands. Hij is fully tuned met panzer gekocht voor 25k. Dit ding heeft dus allemaal dingen op het dak. Nou ja, hier een mevrouw en hier een reclame van een, ja... Je ziet het. Maar wat het leuke dus is aan deze auto, is als je de auto aanzet, dan wordt het gewoon één grote lichtbol. Het is gewoon één grote disco. Het is echt niet normaal. Je ziet letterlijk ook op mijn facecam, als ik dat uit en aan doe. En hier... je ziet letterlijk dat het gewoon één grote lichtgevende atoombom is op het dak. En het grappige is dat andere mensen met Natural Vision Evolved, dat is dus de graphic pack, die dit hebben, die zien dit dus ook. Dus... als ik nu gewoon door de stad rond ga rijden en ik kom iemand tegen, dan ziet hij dus ook gewoon dat ik zo'n groot lichtgevend ding op het dak heb. Kijk, let maar op. Yo! Kijk op mijn dak! Kijk nou! Kijk! Wat zie je? Het is heel erg... Mijn ogen zijn verblind. Het is zo grappig. Het is een neptaxi. Ja, jongen. Ik vind het zo grappig. Ik vind dat echt grappig. Nee, dus die heb ik gewoon voor de meme gekocht. Dat vond ik wel... grappig, had ik dat al gezegd? Ik vond het grappig. Maar we zijn bij de kledingwinkel aangekomen. Ik ga namelijk eventjes wat eilandkartel kleding aandoen. Moet ik wel even mijn holster afdoen. Zo, eilandkartel staat er rechts onderin. En ik doe even mijn holster zo af. En we gaan even naar het eiland. Ik wil namelijk even wat dingetjes gaan ophelderen, verklaren, hoe ik het ook wil noemen. Ik weet niet hoe ik dat holster om een... Hoe noem je dat eigenlijk? Een soort torso holster? Oh, dikke John Deere. Hij heeft gewoon van zo'n 6x6 zo'n John Deere spec gemaakt. Wat lachen. Ik ga even naar het vliegveld. Niet naar het vliegveld. Naar de haven. En dan pak ik even mijn superfilito. En dan vlieg ik er... Dan vlieg ik er zelf even heen. Misschien is jullie al opgevallen dat ik rechts onderin... Ja, ten eerste 500.000 euro minder heb. Ik heb Michael even wat geld geleend. Ik weet niet wanneer ik het terugkrijg, maar ik gun het hem. Hij wilde heel graag een auto kopen. Dus ja, ik gun hem even 500.000 om uit te laten lenen. En verder zie je ook de jobs rechts onderin. Daar is ook wat mee gebeurd. Heel veel mensen die denken... Ben je gestopt met Moreno? Ben je eruit gegooid bij Moreno? Wat is er aan de hand? Waarom heb je crimineel job niet meer? Wat is K-Island kartel? Ik ga het jullie allemaal uitleggen. Maar daarvoor ga ik eerst eventjes mijn helikopter pakken. Hij heeft precies mijn kleur alleen dan andersom. Wij pakken deze. Ik moet hem weer laten transporteren. Let's go. Niet te kam, maar daar heb ik geen zin in. Ik stijg op. Doedeloe. Volgens mij kwamen ze ook niet voor mij. Ik wilde eigenlijk hier onder de brug nog gaan vliegen, maar ik denk niet dat het zo gewaardeerd wordt. Ah ja, kan mij het eigenlijk rotten. Kijk eens, we moeten natuurlijk wel even... Ah, nee. Hoezo doe ik alsof het spannend was? Het was niet spannend, want ik kan dat heel goed. We moeten natuurlijk wel even de toeristische route nemen naar het eiland. En ondertussen neem ik even eentje erbij die ik nog nooit heb gedaan. Maar hij is wel grappig om te doen op zich. Even kijken, we gaan hier zo omhoog. Hoppakee, let's go. Nou, dan vliegen we nog eventjes onder deze brug door. Zo, hoppakee. Hier er tussendoor natuurlijk. En we gaan hier nog eventjes eronder door. Onder de hijskraan door. Hier zo bij die haak. Dan hebben we deze grote kranen. Dan gaan we ook nog even onderdoor. Zo. En dan gaan we boven Daisy Lee. Ik zie nu pas dat het op die boot staat. Naar het eiland. Ik zie jullie daar lekker zometeen. Nou, welkom op het eiland. Narcopolis. Ja. Dit keer ga ik niet dezelfde stunt uithalen. Maar ik ga deze manier wel even bang maken. Hoppakee. Vond ik gewoon even tof. Nou, we gaan maar naar één plek op het eiland. De koninklijke luchtmacht voor de witte superpluto. Nu meewerken en stoppen met vliegen. Anders wordt er geweld gebruikt. Ben ik dat? Niemand uit het toestel gaan springen. Anders wordt geweld gebruikt. Je mag nu richting zijn airfield. Wie? Waar? Ikke? Als er één verkeerd geweld movement wordt gedaan, dan wordt er geweld gebruikt. Laat het een waarschuwing zijn. We gaan niet vorderen. Ik ben het niet. Ik hoor geen piep piep piep, dus het komt goed. Ik zet hem lekker weg. Was niet voor mij, toch? Ik schrok me rot. Oh, even op adem komen, jongens. Zo spannend. Oké, we zijn dus hier langs de dubbele deuren gekomen op het eilandkartel. En ik ga al gelijk even beginnen met de vraag waar jullie allemaal op hebben gewacht. Ben je uit Moreno gekikt? Ben je Moreno geliefd? Zit je nog bij Moreno? Ik hoor een panter. Waarom hoor ik hier een panter? Oh, hier. Ah! Nee!
Nee, dit is echt heel oneerlijk. Niet! Wat wel? Nee! Wat dit is... Nee! Nee! Oh mijn god, het is ook... Het is een NPC-panter! Wat? Moreno, ik zit zekerste weten 100 miljard, 1000% nog bij Moreno. Daar hoef je echt geen zorgen om te maken. Het feit is alleen zo dat het eilandkartel en Moreno echt totaal iets anders is. Dat had ik dus al gezegd, maar dat was nog niet echt duidelijk. Het eilandkartel is geen gang. Dat is een groep die bestaat voornamelijk uit stafleden. En daarmee proberen wij op het eiland... Of ja, ik zeg wij. Ik ben er dan bij omdat ik ex-staf ben. Daarmee proberen... Wij, zeg ik weer wij. Daarmee probeer... Ja, wij. Ik hoor er op zich wel bij. Dat ruimt. Ha! Daarmee proberen wij gewoon RP neer te zetten rondom het eiland. Er moet gewoon een beetje een afschrik zijn of een extra uitdaging om op het eiland te komen, om het zo maar te zeggen. Nou, dat zie je wel dat dat gebeurt, want gangs die willen iets van ons hebben. Wapens, opdrachten, RP's. Het is maar net hoe een gang tegen ons is en hoe ze zich gedragen. Dus bij Moreno zit ik zeker weten. Dus ik verklaar ook gelijk even waarom de jobrechter onderin niet meer crimineel is. Nou, voor het eilandkartel heb ik sleutels nodig. Of ja, het is handig om sleutels te hebben. Kijk, ik kan zo hier dit slotje open doen. We hebben namelijk heel veel sleutels. Of locks, om het zo maar te zeggen. Ik ga ze zo meteen allemaal laten zien. Of zoveel mogelijk ervan. En daarmee kan ik dus de sleutels openen. Van heel dit eilandkartel. Dit is zeg maar een beetje ons blok. Het hele eiland moet van ons zijn. Althans, dat is de insteek van het eilandkartel. Het is ons eiland. Jij bent de gast op ons eiland. Dus dan nemen we jou ook mee of gaan we daar iets mee doen. Het is zeg maar best wel een zooitje wat je allemaal staat op het eiland. Maar ja, weet je, sommige dingen werken wel, sommige dingen niet. Het is alleen wel echt... Het is gewoon een hele grote stad / dorp. En het is heel erg dicht bevolkt. Het zit allemaal super dicht op elkaar. Maar goed, ik klim hier even de ladder op. Dit is namelijk onze, ja, helikopterplatform. Hier pakken we helikopters. Mag ik ook waarschijnlijk niet bij? Nee. Hier pakken we helikopters, landen we helikopters. Dus dat is super handig. Dat is echt chill. Hier kwam toen de DayZ binnenvallen en toen hadden we ze vol beschoten. Ja, die video die ken ik nog wel. Dat was echt wel lijp. Dit is zeg maar ja, een soort verlaten ziekenhuis. Of ja, verlaten, geheim ziekenhuis ondergronds. Wat kan je hier doen? Oh, kledingcirkel. Dat is dus het eilandkartel. En ik heb binnenkort nog veel meer dikkere video's met het eilandkartel. Dus ik ga het voor de vierde keer zeggen. En ik neem aan dat je nu een belletje aan hebt gezet, toch? Ja? Helemaal mooi. Ik zie jou morgen om 10 uur. Bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Klik snel op een van deze twee video's, want die moet je echt gezien hebben. Vergeet niet zeker even te abonneren en deze video te liken. En dan ga ik zeggen, zoals ik altijd zeg, tot de volgende video of livestream. Later mensen. Ciao, ciao.